God, raak ons hart aan. 18 april. Saul ging ook naar zijn huis in Gibea. En uit het leger gingen ze met hem mee van wie God het hart had aangeraakt. 1 Samuel 10, vers 26. Denk daar eens over na. God raakte hen aan. Niet een vrouw, niet een kind, niet een ouder, niet een raadgever. Het was God, de enige met oneindige kracht in het universum. De enige met oneindig gezag, oneindige wijsheid, oneindige liefde, oneindige goedheid, oneindige zuiverheid en oneindige gerechtigheid. Die ene raakte hun harten aan. Hoe kan de omtrek van Jupiter de rand van een molecuul raken? Laat staan doordringen tot de kern daarvan. De aanraking van God is groots omdat het een aanraking is. Het is een echte verbinding. Dat deze aanraking het hart aangaat is groots. Dat het om God gaat is groots. En dat het om een echte aanraking gaat is groots. Er werd niet alleen gesproken tegen de mannen uit het leger. Ze werden niet slechts beïnvloed door een goddelijke invloed. Ze werden niet slechts gezien en gekend. God raakte met oneindige neerbuigendheid hun harten aan. Zo dichtbij was God. En ze werden niet verteerd. Ik houd van die aanraking. Ik verlang naar steeds meer daarvan. Voor mezelf en voor jullie allemaal. Ik bid dat God mij opnieuw wil aanraken door zijn glorie. En ik bid dat hij ons allemaal aanraakt. O, die aanraking van God. Als die komt met vuur, het zij zo. Als die komt met water, het zij zo. Als die komt met de wind, laat het komen, o God. Als het komt met donder en bliksem, laten we ervoor buigen. O Heere, kom. Kom zo dichtbij. Brand, doorweek, blaas en donder. Of stil en klein. Maar kom. Kom helemaal naar ons toe. Raak ons hart aan. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.